Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuwe video. Vandaag heb ik weer wat moois. Ja. Ik zie deze gast de hele tijd voorbij komen op mijn TikTok. En ik krijg echt interne error. Zie je? Ik krijg echt interne error. En jullie weten, ik heb al veel van deze video's gemaakt. En vaak krijg ik niet zoveel interne error, maar deze keer wel. Ik krijg constante error als ik naar deze gast kijk. We gaan het vandaag hebben over onze grote vriend Anthony Cruijver. Hij heeft hier een foto. En dat is in principe prima. En hij deed vroeger allemaal fitnessdingen. Nou. Dat interesseert me dus echt geen bouw. Doe lekker je fitnessdingen. Kan mij het rusten, joh. Lekker fitness, lekker rusten, heel supplementjes verkopen. Prima. Allemaal goed. Niks meer aan de hand. Toen is er ineens een switch geweest bij deze man. Misschien heb je het ook wel op TikTok voorbij zien komen. Hij is fashion TikToker geworden. Ja. Fashion. Dan denk je, dat is niet heel erg. Als het, dat in principe is er dan ook nog geen probleem. Maar wel bij hem. Want hij doet dus allemaal mensen dan filmen. En gaat dan heel veel naar binnen bij dure winkels. En koopt nooit wat. En op een gegeven moment wordt hij dan weggestuurd. Dat vind je dan raar. Omdat hij, terwijl hij echt nooit wat koopt. En met name de manier van praten. Dat krijg ik zo. Daar word ik helemaal kajon van gewoon. Maar voordat we daarheen gaan, heb ik eerst wat bijzonders voor jullie. Dames en heren, het is tijd voor mijn favoriete bank-app. Namelijk Revolut. Revolut is namelijk een bank met meer dan 35 miljoen. 35 miljoen. Dat is net iets meer dan geld wat ik op mijn rekening heb. Maar het scheelt niet veel. Het is super makkelijk om een Revolut-account te openen. Het kan binnen een paar minuten. En allemaal via de app. Het mooie is, als je gewoon een standaard account hebt, is het gratis, niks in de hand. Je betaalt helemaal niks, 0 euro, 0.0. Maar er is nog veel meer wat Revolut je kan bieden. En ik heb wat extra speciaals voor jullie. Als je nu een Revolut-account aanmaakt, via mijn link in de beschrijving, krijg jij 20 euro. Dat is even lekker. Oké, laten we nu even snel kijken naar wat Revolut allemaal kan en waarom jij zeker een account moet aanmaken. Je kan betalen met je Apple Pay, Google Pay of gewoon met je fysieke kaart. Het mooie is dat je die fysieke kaart compleet kan customizen. Je kan dus een kaart maken die niemand anders in de wereld heeft. Dat is top. Je kan ook via de app een virtuele creditcard aanmaken die je maar één keer kan gebruiken. Bijvoorbeeld als je in het buitenland iets koopt en je denkt, nou ik heb geen zin dat zij echt al mijn creditcardgegevens weten. Dan maak je in de app een eenmalige creditcard aan en dan kan je iets kopen en daarna werkt de creditcard niet meer. Dat is echt top. Ik gebruik dat echt super vaak. Ik ben als de dood dat mensen mijn creditcardgegevens hebben. Want ja, dan kunnen ze echt iets van 100 miljoen van me stelen ofzo. En dan denk je, nou dat is fijn en je kan een personaliseren en de currency exchange is top. Je kan allemaal verschillende landen kunnen betalen. Dat moet het dan wel zijn. Nee hoor mensen. Ze werken ook nog eens samen met Nike en onder andere New Balance voor zieke cashbacks. Dus je geeft uit, maar je spaart ook. Dat klinkt toch fantastisch. Ook kun je in de app budgetten zetten voor jezelf, zodat je niet te veel uitgeeft. Dat is voor mij wel handig, dus ik gebruik dat echt altijd. Maar ik gebruik het dus met name met eten, omdat ik merk als ik dat niet doe, dat ik dan heel veel geld uitgeef aan eten bestellen. Dus ik denk af en toe van, oké, ik moet nu echt gaan koken. Dus dat is zeg maar mijn trigger om te gaan koken. Ik kan ook in je analytics zien, zeg maar, hoeveel je uit hebt gegeven, waar aan. En dat elke maand, dat is super handig, want dan weet je, zeg maar, oeh, die maand heb ik wel heel veel geld aan eten uitgegeven. Oh ja, dat was namelijk kerst of zo. Je kan ook de app personaliseren, dat is weer iets nieuws. Dus mensen, waar wacht je nog op? Gebruik de link in mijn beschrijving, maak een Revolut-account aan, krijg 20 euro. Waar wacht je op? Ik zie dat je nog steeds wacht. Waar wacht je op? Beter dit gaat het niet worden. 20 euro, link in mijn beschrijving. Download het nu. Oké. Zie. Dat vind ik al irritant. Dat die Siri roept naar een rennen voorbij gaan. Vind ik al irritant. Holy holy. Thank you the best. Ik heb helemaal in één man. Oh. Siri, loes dan. Zijn er. Goeiedag. Si. Hou je bek. Hou gewoon je bek. Si. Die gaat dus 3 minuten zo door. Ja, ik kan mezelf niet aandoen. Ik ga kijken en dan gaan jullie zien hoe ik erbij lig na 3 minuten kijken. Dus we skippen nu naar 3 minuten. Mensen die zich afvragen, ik was niet in slaap gevallen, ik was dood. Ik was dood omdat ik mijn eigen hart eruit heb getrokken, omdat ik het zo cringe vond. Je bent dus 3 minuten hier in de Valentino winkel. Dingen aan het passen. En uiteindelijk zie je, ja. Dat is zoals altijd. Weg. Zie, maatje? Dankjewel, man. Zie, maatje, ja hoor, loopt weer naar buiten. Oh, jongens. Schrik! Ja, ik zie hier alweer staan, Chanel Store Today. Dan gaat hij dus naar de Chanel Store om daar een beetje Zie te roepen. En dan gaat hij weer weg, het is echt... Zie? Maatje! Zit dan, maatje! Hij praat ook als Mobicep. Zijn video is vooral voor de dames. Chanel. Hey, ik ben er weer. Deze keer in de ochtend. Ik ben er weer, zegt hij. Ja. Ja, 10 minuten. Hij heeft een afspraak gemaakt om niks te kopen. Waar slaat dit op? Dit slaat helemaal nergens op. Ik snap dit niet. Hoe heeft dit 30.000 likes? Wat zijn hier de comments op? Afspraak maken om te kijken naar Windows Crazy. Oké. Ga je nog een keer wat kopen? Favoriete Windows shopper. Hij maakt helemaal een afspraak om het eigenlijk niets te kopen. Te veel vrije tijd. Ja, goed. Gelukkig. Ja. Je wordt toch als winkelmedewerker helemaal gek in deze week. Je ziet hem dan maar aankomen in zijn telefoon. Zie, maatje. Zie. Zie! Dit is echt Fendi. 3,5 minuten hebben mensen dit. Kom hier vaker dan bij mijn ouders? Het is echt verschrikkelijk. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Ik weet je voet zo thuis.
Bro, wat heet hij ook voor jas aan? Kijk hem lopen. De fashion icon. Jeetje. Oké, mensen. Deze? De reveal. Ik dacht dat het echt iemand waren. Nee. Ja, dat vind ik jammer. Leuk dat ik even ging kijken. Toch? Zeker. Je bent altijd welkom. Ah, ja. Goed om te horen. Like, follow. Altijd welkom. Hij was, ging voor de verandering. Hij is dus vaker in deze winkel dan bij zijn ouders. Dat zegt hij aan het begin. Dat betekent dus alsnog dat hij elke dag van de week naar zijn ouders kan gaan. Want hij gaat 2 keer per dag naar deze winkel toe. De fan is er om te kijken. Waarom kijk je niet op het internet, vriend? Verspil die mensen hun tijd niet. AUB. Ik kan niet wachten. Zo, doe man. Bij een rondje, wat doet. Daar komt hij. Geen prijs. Is dit? Oh, oh shit. Ik neem hem mee. Ja, want er is geen prijs. Dan zal hij wel gratis zijn. Elke dag PC. Nooit iets kopen. Let's go, maatjes. Nou, Dolce & Gabbana. Zie. Zie. Ja. Oké. Zie, maatje. Ik loef het. Maar wil je nog eentje met zijn naam zeggen? Ja. Zie, kennen. Ik loef het, maatje. Leuk. Wil ik even samen, als dat mag dan? Ja. Oh, hey. Hij filmt het ook helemaal. Oh, het is zo cringe, ouwe. Komt er iemand die met een foto gaat niet filmen, ouwe. Kanis. Als ik het ook zou doen, voor iedereen die naar me toe komt, dan had ik na 1 dag geen geheugen meer op mijn telefoon. Dat is niet waar. Yes, we staan bij Dolce & Gabbana en hier gaan we even een kijkje nemen. Let's go, maatjes! Jongens, wat denk je? Zullen we wat kopen deze keer? Laten we even kijken aan het eind. Wat vinden jullie vetter? Dit logo of deze? Allebei niet. Ik wil toch wel voor deze gaan. Hij gaat voor die? Ik hou wel van dat structuur. Maatje? Stuur me bij, hè? Thanks, hè? Alsjeblieft, hè? Nee, toch niet. Nee, helaas. Hij is weer bij de Fendi. Ik kom even de beruchte jas kijken. Oh, ja. Beruchte jas? Die van 160.000. Een jas van 160.000? Ja, precies. Oh, nou, die is gewoon dood. Oh, ja. Maar het is niet eens een jas, het is een hele mooie cape. Oké, een cape. Een cape van 160.000 euro. Kost dat ding 160.000 euro? 165.000 euro! Mooi. Oh, hij gaat daar gewoon heen elke keer om gratis te eten en drinken. Geniaal. De Bijenkorf. Ah, loopt hij naar binnen. Te gek. Oh. Oké. Okay. Je bent eens. Oh, ik weet niet of ik het eens. Ja, is goed. Zie? Ja. Wat? Ben je klaar? Oh, ik ben klaar. Ja, is goed. Hey, kijk uit. Nog één. Oh, wow. Hij zit hier gewoon in. Hij zat gewoon de hele foto's maken bij de Prada's. Oh, zo leuk. Wauw. Hoeveel kost het? Niks. Nee? Oh, gratis. Gratis. Wow. Oh, we doen nog wel een paar waarschijnlijk. Oh, hij gaat iets kopen misschien. Schoenen, dit kan hij zelf betalen. Hey. Maar ik vind je video's hard, man. Welke? Gewoon je op je TikTok zien. Oh, dan zie ik van mensen hun outfit. Ja. Ik was verrast, want ik zag je vroeger op YouTube doen. Ja. En zo. Ja. Dus daar ben je helemaal veranderd naar stijl. En ja, klopt. Vet, man. Ah, thanks, man. Vet, man. Waarom liegen zij? Waarom liegen zij zo hard? Dit is niet vet. Dit is echt bizar cringe. Die onderste, die middelste. Ja, die had hij net op. Hij? Staat wel heel clean. Ja. Vet, man. Ik vind deze wel gekker, man. How much is this one? Gaat hij hem kopen? Sex glass. Thank you. You like them on me? Nice. Acha. Toch niet, hè? Te duur. Dat was Prada. Ik heb follow. Bro, gewoon weer niks gekocht. Bro, is gewoon in de bijen of koop weer niks. Ja, echt. Kanis. Acha. Gaat goed? Ja, zeker. Jullie zijn altijd nog best wel relaxed over het filmen, hè? Oh, we gaan het zelfs over het filmen. Ja, hey, gaat goed. Goed, dankjewel. Ja, zeker. Kan je me helpen? Beetje rondkijken? Ja, een beetje rondkijken. Ik ben een maandje niet geweest. Kom even kijken voor nieuwe items. Voor wat, vriend? Je koopt het toch niet? Waarom kijk je? Maandje niet geweest? Nee. Schandaal. Echt, hè? Schandaal. Security. Ja, precies. Filmen? Jou niet, nee. Mag ook niet in de boutique, mag niet gefilmd worden. Oh, kijk. Gisteren mocht ik bij de Dion. Ah, wordt weggestuurd! Dit vind ik echt mooi. Door bij PC niet filmen, dus ik ga gewoon naar de Dam. Oh, gaat hij naar een andere Dior weer? Echt, snap je de hint niet dat ze willen je niet? Want ze hebben niks aan je. Bro wil een fashion icoon zijn en draagt black banana's. Bro wil een fashion icoon zijn en draagt black fucking banana's. Wordt altijd een kramp, deze keer lekker de lift, ja. Kijk wie de joy is vandaag. Een bekende. What the fuck? Deze gast heeft een Björn Borg onderbroek op zijn hoofd. Björn Borg. Bro heeft een onderbroek op zijn hoofd. Waar staat dat nou weer op? Ik sta hiernaast.
Wees. Goed gedaan. Tilburg. Dit doet hij dus ook, dan gaat hij mensen met een outfit raten. Ja, het is echt... Ja. Tilburg, ja. Nice. Ja, maar je outfit is hard. Outfit is hard, oké. We beginnen even beneden, waar zijn die schoenen van? Osiris D3's. Oké, keihard. Dank je. Ja, en de broek. Brakka is van mijn eigen merk. Okay, eigen merk? Keihard. Gaan we ook goed zetten dan. Bro, vraagt hij gewoon letterlijk om een gratis broek. Jacka? Jacka is van Flaneur 2022 volgens mij. Gaan we van die, het is geen patent, maar het lijkt op patent. Ja, klopt. Je? Ik heb van Heron Presto zo'n jas van NASA die ook zo shine heeft. Precies. Ik heb van Heron Presto zo'n jas van NASA die ook zo shine heeft. Gasmaatje. Gasmaatje. Vandaag gaan we toch even een kijkje nemen bij Stone Island. Echt jongen, als ik een winkeltje zou hebben, ik zou echt met pek en veren zo de winkel uit. Mag ik jou de cappuccino? Maar zo groot als die kan. De grootste. Grootste cappuccino. Sterk. Zie, ik loop het. Kan. Weer in de pc. Oh. Zie. Burberry. Zie. 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 Ah, maar dit is toch... Italian? Ja, yes. Ah, cool man. Welkom. Matcha! Welkom. Zie? Lang geleden hoor. Oh, de beste beveiliger. Zie? De enge beveiliger. De enige die hem binnenlaat. Ik vind het ook fijn om gefilmd worden. Zie je gelijk dat ik dat echt fijn vind. Fijn dat hij zo lekker in zijn comfortzone komt. There's no recording, I'm afraid. Ah. Yes. And myself only. You can take pictures if you want. Yes. Okay, I'll take pictures. Picture. I'll come another time, okay? Thank you. No film, no joy. See you, maatje. No film, no joy. See? Oh, echt. Die kar. Ah! De buurman. Jeans. See? Ik doe het. Hij past hem gewoon. Het zal dan niet dat je hem gaat kopen dan. Hij past precies. Dit is wel, oké. Ja. Oké. Maar gaat hij nou kopen? Ja. Ja. Hij moet het wel kopen. Hij heeft die broek is al helemaal vergaan op het moment dat hij hem uitdoet. Zo lang heeft dat ding al aan. Ja. Perfecte maat voor. Klopt. Ja. Ik zal even mooi iets doen. Nou goed, dankjewel. Ja. Gaat hij doen? Hij koopt hem niet! Yes. Half uur lang die broek aan met zijn zweetbal dan niet kopen. Wauw, blijf gewoon thuis. Dames en heren, hij heeft ze oprecht nog, ik denk oprecht nog 150 van dit soort video's op zijn TikTok staan, maar ik kan het niet meer aanzien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ik niet. Ik vond het verschrikkelijk. Hopelijk vonden jullie het wel leuk. Laat een duimpje omhoog achter. Ik ga mijn ogen nu even spoelen met bleek. Bedankt voor het kijken, ik zie jullie bij de volgende video. Later. Zie, maatje?